Hoi. We hebben haar verteld over het project Kwaliteit, verpleegkundig project wat wij hier binnen Vicurie gedraaid hebben om het aantal vrijheidsbeperkende interventies wat wij toepassen om dat terug te dringen. Om zo meer tijd vrij te maken voor de patiënt en de patiënt een beter en aangenamer verblijf binnen Vicurie aan te kunnen bieden. Nou, u ziet daar het posiebed staan, zoals wij dat noemen. Dus een bed wat volledig is omheind met gaas. Dus de patiënt heeft in zoverre wel zicht naar buiten, maar kan dus niet naar buiten toe of buiten zijn bed om. En op dit moment zetten we veel vaker een laag-laag bed in. Dat is een bed wat we echt op vloerhoogte kunnen instellen. Met het matje. Met het matje, dat op het moment dat de patiënt dus wilt opstaan. Ja, de nieuwe manier van verplegen is toch echt wel om de patiënt zoveel mogelijk als het kan zijn vrijheid te gunnen en te bieden. En het daar omheen te creëren. Zodat die patiënt toch meer vrijheid heeft dan dat hij voorheen had. De koningin is hier vandaag om zich te laten bijpraten over de toekomst van de zorg. We worden met z'n allen ouder en daarom hebben we meer zorg nodig. Terwijl tegelijkertijd de instroom van personeel steeds beperkter wordt, dus dat er ook meer druk komt op die zorg. Nou, dan moet je dus gaan kijken van hoe is de zorg georganiseerd. Doen we met z'n allen het goede? Is het effectief? En daarom moet je onderzoek doen, dat in kaart brengen en ook weer kijken hoe je misschien nieuwe ontwikkelingen ook toe kan passen en kan zorgen dat die overal in de zorg worden ingevoerd. Verpleegkundige Bart was dus één van de mensen die koningin Maxima mocht laten zien hoe Vicurie in de praktijk kwalitatief betere zorg probeert te leveren die effectiever is voor patiënten. Ook ging ze met andere betrokkenen in gesprek en sprak ze met enkele patiënten op de afdeling. Het gaat als een bliksemschicht voorbij, zo'n bezoek kun je bijna zeggen. Het is in en uit, maar heb je dan toch het gevoel dat je je verhaal goed hebt kunnen vertellen? Ja, vooraf ben je natuurlijk, heb je het verhaal natuurlijk heel vaak in jezelf gerepeteerd in je hoofd en met collega's en andere betrokkenen doorgenomen. Maar op het moment zelf merk je toch dat het vanzelf gaat en dat zij heel erg geïnteresseerd is en haar vragen stelt. En stipt een uur en drie kwartier nadat ze door de voordeur naar binnen was gekomen, maakte ze nog kort een praatje met enkele mensen die speciaal voor haar naar het ziekenhuis waren gekomen om vervolgens weer te vertrekken.